Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Land 2 6 Golden Coins versus tegen Jordi van de Subpar Guys. Ik ben meteen deden we dit project? We deden dit project, we hebben namelijk al één aflevering opgenomen. Ja. En dat is voor mijn vakantie geweest, dus dat is echt al anderhalve maand geleden. Yep, was flink poosje geleden, want wij waren oorspronkelijk van plan om jouw food te doen, maar toen kwamen we er opeens achter of boomerang food. Oh ja, yeah. Boomerang food. Toen kwamen we opeens achter van, oh ja, dat was geen online. Nee, wat een onzin. Het is zo'n leuke game, maar het is echt zo jammer. Oh. Zo. Maar ik ga dus, als het goed is, binnenkort een serie opnemen met Rusty Ox. Oké, okay, nice. Meer als idee van gewoon even kijken hoe, of de vibe er is, zeg maar, weet je wel. Ja, ik dacht van, ja, snap hem. Die kans wil ik hem wel geven. En vooralsnog de communicatie die ik met hem heb is gewoon prima. En wellicht, groeit het net als wat we toen met Paddy hadden, zeg maar, dat hij er een beetje bij begint te horen. Dat hoop ik voor hem, dat het zo leuk wordt en dat anderen mogen. Ja, zal dat mooi zijn, want hij doet Engels, toch? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh ja, dat heb ik hem trouwens, dat was een van de eerste vragen die ik hem stelde van, vind je het wel oké als het Nederlands is, zeg maar. Ja. Dus dat is oké. Want wat, al een enig idee wat je met hem gaat doen? Ja, we gaan Harry Potter en de geheime kamer gaan we, voor de computer gaan we racen. Oh, nice. Dat is een race waarvan ik denk van, oh ja, dat is eigenlijk typisch jou. Maar ja, niemand, ja. Ik speel geen Harry Potter echt, dus. Nee. De enige Harry Potter die ik met jou ooit misschien zou willen doen is om gewoon te zeggen, fuck, we doen heel Lego Mario. Ja, want dat vind ik oprecht een serie die ik eventueel met jou wel wil doen. Ik weet niet of je dat voor jouw kanaal of voor mijn kanaal wil doen, maar dat is wel een serie. Daar kijken we nog wel, maar dat is echt iets wat wij bij wijze van spreken echt even een flinke periode voor moeten nemen. Ja. Als in, oké, wanneer kan ik vrij nemen, wanneer kan jij vrij nemen? En gewoon even flink logeren voor een lange periode. Ja, precies. Ja, maar die games, ja, als je ze wil 100% dan zijn ze wel lang. Maar ik denk dat je zou ze in 2 dagen kunnen uitspelen als je de hele dag speelt. Ja, nee, precies. Op 2 dagen. Net zoals Fortje Street. Nou, ik snap dit level echt niet. Welk level ben je aan het doen? Ik ben er ook game over. De Moon Boss. Oh, die. Ja, ik was oorspronkelijk bezig met Pumpkinhead, maar toen dacht ik zo van, weet je wat? Ik ga eerst gewoon alle levels doen en daarna wel de bosses. Maar ik dacht dat jij de games helemaal niet kende. Ik ken ze ook niet. Ik ken qua bosses. Soms ben ik een keer even op zoek naar afbeeldingen voor thumbnails of afbeeldingen voor templates of wat dan ook. En dan zie je opeens van, what the fuck is dit voor iets? Ja. Oh, Mario Land 2, de Golden Coins. Oh, dus daarom ken ik het niet. Ja. Ah, de laatste keer dat ik deze game heb uitgespeeld, toen was ik zo jong. Ik kan me nog echt vlagen van de game zelf herinneren, zeg maar. Maar dat is er dan ook. Ja. Ik snap dit level echt niet. Goede vraag. Voor de mensen die op mijn scherm meekijken, van soms dan als ik hem op zijn hoofd stamp, dan krijgt hij damage. En soms als ik op zo hoog sta, dan krijg ik damage. Oh, je hebt zo'n hitbox probleem. Ja, maar het is dus niet duidelijk waar ik hem dus wel kan hitten en waar niet. Weet je wat ik zo graag zou willen in deze game? Nou. Wat meer mushrooms. Ja, precies. Wat meer power-ups, ja. Het zou ook niet heel vervelend zijn. Of tenminste even een keer een hit kan taken. Het is best een korte game, maar het is wel een moeilijke game, zeg maar. Het is geen easy win, zeg maar. Ik bedoel, Sunshine is een superleuke game. Het is een redelijk lange game, maar het is geen moeilijke game. Tenzij je voor 100% gaat. Ja, maar dan de enige moeilijkheidsgraad is dat je al die blauwe coins moet halen. En dat is niet per se moeilijk, maar dat is gewoon saai. De eerste keer is dat best leuk hoor. Als zij een tweede deel zouden maken, dan moeten ze wel iets minder blauwe coins doen. Maar dan is het nog best leuk om die blauwe coins te gaan halen. Ja. Nee, inderdaad, maar we zien wel. Het is ook even kijken van,
Ja, wat gaan ze nou daadwerkelijk doen met Mario in de komende periodes? Ja, wordt het. Sakurai had toch gezegd dat er een nieuwe Mario werd aangekondigd bij de volgende Direct. Ja, betere vraag is dan, wanneer is de volgende Direct? Ja, waarschijnlijk in september, denk ik. Ah. Maar dan wordt die aangekondigd, dus dan wordt het oktober het jaar daarna, denk ik. Mogelijk. Of, ja, nee, ik geloof niet dat het dan holidays nu al zou zijn, wat denk jij? Nou, ze kunnen dan al holidays gaan announcen, dus dat is op zich niet zo heel gek. Want ja, voor nu hebben ze niet echt iets voor de holidays. Het is alleen de DLC voor Scarlet en Violet. En de laatste tour, of de laatste Mario Kart ding. Moeten er nog twee, toch? Ja, maar de laatste die is dus al in de Oh ja, de laatste. Ja, klopt. En dan kunnen we eindelijk Mario Kart 8 Deluxe tijdperk. Race gaan doen. Oh ja. En het tijdperk daarna achter ons laten. Ja. Kijken wat ze daarna uitbrengen. Ik ben nog steeds van mening, breng maar gewoon Mario Kart 9 Double Dash uit. Ja, ik ook. Of nog betere, Mario Kart 9, maar dan met trikes. Dus ja, dat je één persoon op de linkerkant hebt zit en één persoon op de rechterkant. Dat je het met drie personen dan doet. Ja, dat zou ik too much vinden, denk ik. Doe maar Double Dash gewoon. Dat geeft dan nog een beetje waarde aan het maken van een nieuwe game. Ik vind wel... Mm-hmm. Oh. Dat was Siri. Zo. Nee, yeah. Dat zal wel inderdaad mooi zijn. Even kijken. Nou, nice. Park zal leven. Dat is altijd mooi. Zeker. Is dit de bos? Want als dit de bos... Oh. Ik heb het al gezegd in deel 1, maar ik kan zo slecht tegen het feit dat die achtergronddingen te zien zijn. Dat je niet kan achterhalen, is dit nou een achtergrond? Is dit nou een... Ja, dat heb je inderdaad in deel 1 gezegd. Ja, ik heb er zelf alleen nooit zoveel last van. Dat maakt het voor mij een beetje lastiger. Ja, trouwens, dat is bij dat level met die Lego-blokken, zeg maar. Is dat wel moeilijk. Bij die, dat die tegen je Mecha Mario moet, zeg maar. Ja, maar dat ging op zich nog aardig goed af. Ik ben nu in de walvis. Oh, ja. Ja, jij bent echt precies de andere kant op gegaan dan ik. Ja, ik denk ook nu gewoon van, fuck it, als ik in de gaten kan krijgen van oké, dit is een bos of deze kan ik even skippen, dan skip ik hem even en dan ga ik gewoon door naar een volgende zone. Nou, ik heb zo'n beetje al mijn progressie van deze aflevering heb ik al vergooid doordat de game over weer ben gegaan. Ja, daarom doe ik nu ook alle levels eerst, want daarna kan ik... Heel verstandig. Daarna kan ik de bosses wel één voor één gaan doen. Maar ik wil zo graag een fucking power-up in deze game. Ik kan er zo sterk tegen dat ik gewoon met één hit al neer ben. Mm-hmm. Dit is van de tijdperk dat Mario games nog moeilijk waren. Want deel 1 is ook moeilijk. Dan heb je net als met die oude Zelda games dat je helemaal opnieuw moet beginnen als je game overgaat. Mm-hmm. Weet ik hem over? Nee, ik heb nog geen ding over, maar... Ik kan zo sterk achterhalen van, oké, is dit nou daadwerkelijk een level? Is dit alleen maar... een bos? Ja, is goed. Game over. Prima, joh. Ja, vind je dat prima? Vind ik helemaal top. Zo. Zo. Kut. Zo zonde, want ik had zo'n turnip gegeten, waardoor ik
van die, ja, noem je dat? Van die vleugeltjes krijgen, ja. Ja. En nu ben ik weer kleine Mario. Oeh, er is er nog een. Wat? Oké, ze misgunnen niet gelukkig. Zo, kom op. Hoppakee. Oh, wat is een Fire Flower toch fijn. Fire Flower is zeker fijn. Hoe maak je die kapot? Want hier zit een soort van secret entrance, maar... Ja, een secret tunnel? Ja, geheime tunnel, ja. Geheime tunnel, ah. Nee, ik weet niet hoe je het kapot maakt. Dus daar heb ik helemaal niks aan. Oeh, daar had ik nog geluk mee. Ik heb wel de secret goal bell, dus dat ik eens een spelletje krijg. Oeh, 3 leven zou heerlijk zijn. Oh, mis! Kutzooi. Please, zeg me dat dit gewoon een mini-bos was en niet de bos. Please. Nee, was daadwerkelijk de bos. Holy shit. Nou, dat is alleen maar een makkelijke bos, neem ik aan dan, of niet? Ja, dat stelt niks voor. Dus als jij een makkelijke bos wil doen, doe Turtle Zone. Misschien dat ik me die nog wel kan herinneren als ik hem zie. Oké, even een domme vraag. Dat mag. Ik ben hier met een plek met pijpen en die pijpen kosten geld. 30, 50, 200, 999. Wat doet dat? Ik denk dat het een secret entrance is. Mooi, dus daar heb ik geen klote aan. Ik weet het oprecht niet meer wat dat doet. Ik ben nu heel erg benieuwd eigenlijk wat die hele duur is. Oké, ik ben nu bij de... Oh, jawel. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, wat doet dat ook alweer? Ik weet niet of ik ooit die dure pijp heb gekocht. Maar ik denk dat je iets van een power-up krijgt als je... Oh, ja. Prima, is goed om te weten wanneer ik eenmaal weer fatsoenlijk hoeveelheid heb. Dus ik zal zo meteen wel even kijken wanneer ik 30 coins heb. Dat is goed. Ik was laatst ook voor lol even begonnen aan de Mega Man Battle Network series. Ja. Nu de... Die was net uitgekomen, toch? Ja, nu de collectie uit is. Ze hebben nou iets heel erg leuks toegevoegd in die game. Random encounters, voor of tegen? Als in een platformer zoals dit? Nee, random encounters als in gewoon in RPG. Dus als je door gras heen loopt. Die oh ja, voor. Voor. Ja. Wat hebben ze in Mega Man Battle Network nou gedaan? Je weet dat Mega Man zo'n pallet shooter heeft, hè? Pallet shooter? Ja, dat hij van die kleine citroenen afvuurt of van die kleine bolletjes. Ik ben helemaal niet bekend in Mega Man. Je hebt ook nooit Mega Man gebruikt in Smash? Jawel, wel een keer. Oké. In de oorspronkelijke GBA game, want al die Mega Man Battle Networks waren GBA games. Ja. Yeah. Deed jouw normale shooter maar 1 damage. Je kon hem natuurlijk wel rapid firen, maar het deed uiteindelijk maar 1 damage. Oké. Wat hebben ze nou gedaan in de collectie? Hebben ze Buster Max Mode gemaakt. Nu doet jouw Buster 100 damage. Oké. En om het dan meteen interessant te maken. Heel veel van de fights, of heel veel van de eerste enemies waar je tegen vecht, hebben maar 40 of 50 health. Ja. Dus je kan heel makkelijk nu gewoon, de random encounters blijven dan wel. Maar je kan gewoon heel makkelijk skillen. Oké. Dus dan is de vraag, nou vroeg ik ook van random encounters voor of tegen, want er zijn mensen die flink tegen zijn. Ik ben in Pokémon ben ik altijd voor random encounters. Ja, maar er zijn mensen die het gigantisch tegen zijn. In sommige games, zoals de Final Fantasy remakes, en heb ik niet over 7, maar meer de remasters, hebben de optie om het gewoon uit te zetten. Dat je geen random encounters meer krijgt.
Dat is saai. Ja, maar dat is dus een optie. Dan denk ik bij mezelf van, oké, maar dit is op zich ook dan wel op zich een betere. Dat je hebt nog steeds je random encounters. Maar je kan gewoon de random encounters heel makkelijk killen. Dus het is gewoon niet super, hoe zou je dat noemen? Storend. Oké. Okay. Dus dat vond ik op zich wel fijn dat ze dat als ding hadden toegevoegd. Als optie. Ja. Toegeven, ik ben altijd wel een fan van meerdere opties van, ja, oké, je kan kiezen, je kan het hebben of je kan het niet hebben. En dan ben ik altijd wel blij als ze dat doen. Oké, je krijgt dus invincibility wanneer je een mushroom oppakt. Oh, dat is voor mij ook nieuw. Ja, het is ook, dat is ook even goed om te weten. Want bij mij lag een mushroom precies tussen de spikes. Wow. Dus daarom keek ik even, oké, kan ik hem pakken, ja of nee? Nou, ja dus. Is dat? Oeh, ik zit in een open haak, kibooming. Word je er warm van? Ja. Oh, ik ging bijna dood ook. Oh, dan word je wel heel warm. Ja. Crematorium. Mm-hmm. Ja, zit dat liedje in de game? Nee. Oh, ik kreeg zo'n idee van dit stuk wat ik nu aan het dus ik dacht van, weet je wat, mooi neurie. Ja. Ja, het is niet allemaal goomy goomy goomy, hè? Goomy goomy goomy. Goomy goomy goomy. Ach, nog even en dan begint die serie. Die serie? Ja, die serie die we aan het opnemen waren. Oh, wacht, de Helm Challenge. Ja, de Helm Challenge is bijna voorbij. Echt? Ja. Oh, dus de Generations komt al online dan? Yep. Wow. Hoe ver zijn we nu met opnames? Qua afleveringen? Qua afleveringen? Moet ik heel even snel rekenen, want we hebben nu net 3 gedaan. Die moet nog renderen. Zit er volgens mij op. Volgens mij zitten we op 84 nu in totaal. Oh. En het is 1 aflevering per. Dat 3 afleveringen per week? Ja, het is 3 afleveringen per week, ja. Ja. Ja, ik heb ooit in een duister ver verleden. Wanneer je een oude schat vond toevallig? Ja, vond ik een hele oude schat. En die zegt van ja, het is toch handiger om niet. 1 serie per week te doen, maar een beetje te wisselen. Mm-hmm. Dan doe ik dat ook. Oh, kut. Dus ja, 3 keer in de week. Oké, okay, nice, nice. Nou, dat is voorlopig wel genoeg, toch? Ja, klopt. Want het is 30:30. Ik moet op zich soms nog wel lachen van. Ja, PRD had altijd zo'n grote voorraad. Ja, maar heb je ooit de lengte van de video's gezien van PRD? Ook nog. Nee, maar weet je nog wat de lengte was? Nee. De eerste Generations en de tweede, volgens mij ook de derde, waren de video's maar 10 minuten lang. Ja, oké, okay, maar dat was de eerste series op. Vroeger was dat ook een soort van standaard hoor. Er waren de eerste series op Justice Pergamentus ook. Waren elke keer een kwartier. Toen zijn we naar 20 minuten gegaan, toen naar 25. Toen naar 30 en nu ben ik zelf weer een beetje terug naar 20, 25 aan het gaan. Ja, dan merkte ik daarvan, dan kan je naar verhouding ook meer uit een avond of uit een sessie halen. Precies. Ja, ja, ik ben pas echt begonnen met dat 30:30 sinds echt met de Elm Challenge. Want toen begon ik ook die timer erbij te houden. Met Let's Plays doe ik dat niet. Dan is het gewoon van, oké, wat komt mij het beste uit? Ja, precies. Bij sommige series dan
zit er in game zeg maar al een soort van mark wanneer je een aflevering stopt, zeg maar. Maar wanneer dat niet is, bijvoorbeeld in Pokémon en hier eigenlijk ook bij, dan ja. bepaal ik zelf een mark. Ja, klopt. Ik weet dat je er geen fan van bent, maar met de Kingdom Hearts serie die ik heb opgenomen, doe ik gewoon zo van, oké, één Disney wereld klaar, oké, dat was weer een aflevering. Nou, ik ben er niet op tegen hoor, helemaal niet zelfs. Je bent alleen geen fan van Disney. Ja, precies. Dus dat, maar zo doe ik dan de series van, oké, dan hebben we dat klaar, oké, dan hebben we dat klaar, oké, dan weer een wereld klaar. En zo heb ik het gedaan, nou ja, en dan zijn sommige parts maar kort en sommige partjes langer. Ja, weet je, als de serie daarom vraagt, als je snapt wat ik bedoel. Ja. Kijk, met races is het standaard gewoon een half uur, tenzij er iets speciaals aan is. Dat bijvoorbeeld Mario Kart, nee, dan doe ik niet een half uur, dan doe ik gewoon, oké, het is een cup. Oké, aflevering per cup. Nou, in de series die ik trouwens met Sander doe, zijn het ook altijd half uur, houden we ook altijd half uur aan. Alleen de series die ik zelf opneem is meestal 20 tot 25 minuten. En dan ligt het ook net aan wat de game doet hoor. Want bijvoorbeeld met Ori, als ik dan een groot stuk had gehaald en ik zat op 20 minuten, ja, dan stopte ik, zeg maar. Ja. Terwijl bij Hogwarts Legacy, daar kan ik stoppen wanneer ik wil. Behalve als ik net in een dungeon, dan kan het wel eens wat langer duren, omdat ik denk van ja, zonde als ik nu stop. Nee, precies. Oh, ik zit nu bij een landje waar ik de beestjes niet dood kan branden. Dat is niet zo handig. Nee. Oh, ik heb alweer besloten dat ik dit geen leuk landje vind. Dan heb je dat aardig vroeg besloten. Ik heb dat met Mario altijd, dat ik spooklandjes haat. Ik kan geen enkel, ja, Luigi's Mansion, maar ik kan geen enkel Mario game opnoemen waar ik de spooklandjes wel leuk vind. Super Mario 3D World? Nee. Ook niet, oh. Zo. Oké, leveren deze levels nog iets op of helemaal niks? Toch wel. Oh, shortcut. Oké. Oh, ik heb een secret entrance in dit spookhuisje gedaan. En nu? Ja, dat is inderdaad een goeie, want ik zit ook even te kijken van en nu. Want sommige dingen weet ik nog wel, maar ik ben even op zoek naar de laatste twee werelden om die af te maken. Oké. Kut. Ah, mag ik nu zeker de level niet opnieuw doen of wel? Nee, oh, de die zo saai. Ja. Die coin dingen. Ja. Is een soort van casino. En dan kan je iets winnen? Ja, voor 30 krijg je een power-up. Voor 50 kan je een one-up krijgen of helemaal niks. En voor 299. En die andere? Ja, ik heb geen 999 coins. Heb je dan de game gewoon uitgespeeld? Ik denk tegen Lisa, heb je de game wel uitgespeeld. Ja. Ik begin me alleen even af te vragen waar de fuck ik nog naartoe moet. Mis je nog één coin? Nee, ik mis geen coin. Ik mis een paar werelden. Heb je de maanwereld al? Oh, nee. Hier. Maanwereld heb je nog niet gedaan, maar ik zie ook nog een andere wereld. Ah. Dus ik kan weer door. Want Pumpkin Zone en Mario Mac heb ik klaar, maar dan moet ik alleen nog de boss van doen. Ja. Turtle Zone heb ik klaar en heb ik een muntje van. Oké.
hè? Nou, ik ben nu in macrozone, dus dan moet ik zometeen even op zoek. Dan nog gaan naar de maanzone en dan mis ik nog één zone als ik het goed heb. Heb je de tree zone al? Met die waar je links en rechts kan? Ja, met de drie bergen. Ja, die heb ik ook al. Nou, niet klaar, maar je weet wat ik bedoel. Ja. Ik moet er een op het bos daarvan. Okay. Ja, jouw tactiek is heel slim geweest. Daar heb je echt een grote voorsprong mee gehaald. Alleen het gaat er uiteindelijk om wie het eerst de game uitspeelt. En als je de game overgaat, moet je al die bossen weer opnieuw doen. Ja, klopt, maar je hoeft de levels niet meer opnieuw te doen. Nee, dat klopt. En ik ben heel hard aan het falen op dit moment. Mhm. Zullen we allebei nog gaan totdat we dood zijn? Vanaf nu? Ja. Oké, okay. Maar ik ben letterlijk niet dood gegaan, dus vanaf nu. Ja, nee, gewoon, je kan nog één keer doen en dan... Ik denk dat dat de beste manier is om dat op te lossen. Mm-hmm. Hier even gewoon afmaken. Oké, okay. Ik ben niet dood. Oké, okay. Ik er nog niet. Ik heb hier mieren waar ik niet op kan springen. Oh, met stekels. Ja. Ja, die zijn leuk. Nou ja, het is maar wat je leuk vindt, hè? Ja. Nou, oké, dan wacht ik wel even. Ik ben in een soort pit gevallen met allemaal blokjes. Ondertussen ook even mijn... draadloze earbuds weer helemaal vol jakken. Ja, dat is ook belangrijk. Nou ja, ze kunnen op zich wel 8 uur mee, maar ze waren nog niet volledig opgeladen vanochtend. Ze zaten op 60%. Ja, na een 4 uur rit zijn die wel klaar. Ja, precies. Oh, ik ga dood. Ja, kut, sorry. Ik ben dood. Oké, okay, iedereen bedankt voor het kijken van de aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos. Oh, Siri heeft er ook mee te bemoeien. Doei.